Hallo! Wij hebben een nieuwe video voor jullie. We hebben lekker McDonald's gehaald. En we gaan dus in deze video. En we dachten, wat is nou leuk om te doen? En we hebben natuurlijk in het verleden best wel veel mukbangs opgenomen. Dus we gaan er gewoon een oude video bij pakken. En dan gaan we daar dus vragen opnieuw van beantwoorden. En kijken wat toen ons antwoord was en wat nu ons antwoord is. McDonald's car mukbang met juicy vragen met Rosa. Ik weet niet wat voor juicy vragen het zijn, maar we gaan het zien. Juice. Even kijken. Ik heb een gros friet, een normale cheeseburger. Ik heb een dubbele cheeseburger. Ik heb zoveel eten. Nee, niet. Sausjes hebben wij. Lekker. Lekker. Oh my lordy. En we hebben nog nuggets om samen te delen. That's nice. Oh. Ik zet deze wel even hier. Hier zitten ook nog onze frietjes in. Oh ja. Oh, de frietjes zijn wel een beetje koud al. Jammer. Kijk even, jongens. Ja, die gaan we. Die gaan we dus ondertussen beantwoorden. Hoe anders we hier waren. Echt babytjes. Oké, de eerste vraag komt. Hoe verliep je slechtste date ooit? Ik denk dat jij de afgelopen 2 jaar wel wat dates erbij hebt gekregen. Ik heb heel veel... Nee. Ik date niet echt. Mijn slechtste date. Oprecht, ik heb geen idee. Ik zou het ook echt niet weten. Het slechtste is dat ik corona had en dat ik toen nog steeds heel ziek was, maar eigenlijk al wel naar buiten mocht. En dat ik toen uit eten ging, dat ik daarna dus bij diegene bleef slapen, maar dat ik zo ziek werd s'nachts. Met je room. Dat ik gewoon, soms kon ik gewoon niet meer praten en ik zat alleen maar zo en hij moest voor mij toen thee gaan halen beneden, omdat ik anders gewoon niet meer kon ademen. Ik denk dat dat oprecht het ergste is wat ik heb meegemaakt, want ik schaamde me echt enorm. Daarna heb ik hem eigenlijk ook niet meer echt gezien, dus. Dus ik denk dan echt dat een slechte date van mij misschien was toen ik 15 was en... Ja, ik praat ook niet. Ik was ook heel verlegen vroeger. Ik praat ook niet zoveel. Dus ik denk dat mijn dates gewoon slecht waren. Ik heb sowieso nooit echt gedate. Het was altijd wel met een vriendje wat ik dan wel deed. Ik had het ook wel. En wat ik de afgelopen tijd heel erg heb. Ik vind het heel leuk om met jongens te praten. Nou, dat is alsof ik echt heel veel met jongens praat. Maar dat is niet waar. Maar ik vind het heel leuk om te kletsen, zeg maar, online of iets. Nou, dat klinkt eigenlijk ook heel raar. Maar als het dan op afspreken aankomt, dan haak ik af. En dat betekent niet dat ik met 6 jongens aan het appen ben of zo. Ik heb over het algemeen wel dat dan, als het dan echt zeg maar op aankomt dat je echt gaat afspreken, dat ik denk, oeh, laat maar zitten. Maar durf je dan gewoon niet meer? Of? Nee, ik ben dan te pussy. Of gewoon geen zin? Ja, misschien een beetje van beide. Ja. Zou je ooit een trio willen doen? Ik zou het wel willen doen. Ja? Ja. Maar nu je single bent of ooit in een relatie? Nee, sowieso niet in een relatie. Ik heb ook nog niet echt de juiste vrienden ervoor gevonden om het mee te doen. Tenminste, ik heb nu met geen 1 vriendin waarvan ik denk... Heb je wel eens niet in Bali of iets gehad of Bonaire? Omdat het zijn best wel onbekende mensen en die ga je misschien niet gelijk weer snel terugzien. Nee. Nog nooit in de positie gekomen dat je dacht, ja... Jullie zeiden het met z'n drieën. Nee, ja, ik weet niet. Ik ben sowieso al heel kieskeurig met wie ik zeg maar intiem ben. Ja. En ik denk als je dan een trio hebt, dat je... Ja. Zeg maar, op een of andere manier, mijn gevoel heeft dan al... Dan heb je al misschien iets minder zelfwaarde als je dat gaat doen. Maar dat is helemaal niet zo. Maar dat is gewoon, mijn gevoel zegt dat dan gewoon. En ik vind dat gewoon een soort experimenteren, denk ik zoiets. Maar... Ja, ik weet niet. Ik ben dan echt heel kieskeurig. En ik heb echt... Nee, ik zou dat niet zo snel doen. Maar ik wil het wel echt heel graag nog weer doen. Nou, ik heb zoiets van, ik zou het niet mega graag willen doen. Maar stel, het komt een keertje op mijn pad. Ja, maar jij hebt nu ook een vriend, hè? Ja, maar ik zou... Stel, wij zijn met z'n tweeën, weet ik veel, ergens in Zuid-Afrika. En we zien daar iemand die we nooit meer van ons leven tegenkomen. En misschien ook als je 50 bent en je hebt eventjes een dip met z'n tweeën, hè? Ja. Snap je? Ik zou het nooit uitsluiten. Maar je zou het niet zelf opzoeken? Nee. Nee, maar dat begrijp ik wel. Maar ik zou het ook niet uitsluiten dat het nooit gaat gebeuren. Maar het is niet dat ik nu de gedachte heb van, ik moet dat in mijn leven gedaan hebben. Helemaal niet. Nee. Heb je ooit een rollenspel gedaan? Maar mijn antwoord is wel heel kort, echt nog nooit. Ik heb het nog nooit gedaan. Je moest wel even lang nadenken. Ja, maar... Nee, ik heb nooit... Nee, maar ik heb speel de juice. Nee, ik heb nog nooit echt een rollenspel gedaan. Oké. Okay. Nee. Maar wat is nooit echt? Ja, ik heb... Nee, een rollenspel? Nee, ik heb nog nooit gedaan. Rosa. Nee. Oké. Okay. Nou, wel gewoon af en toe iets wat een beetje in die trant of een beetje die kant op. Maar echt een rollenspel, maar dat je echt pakjes aan hebt en zo, dat niet. Dit is toch heel brandweer. Nee, ik zou er warm van worden. Ik zou er veel te ongemakkelijk voor zijn. Ik zou alleen maar moeten lachen. Ja. Maar dat kan ook wel iets leuks hebben. Maar waar ik denk ook wel lam moet zijn om goed in mijn rol te komen dan. Ja, dat denk ik ook wel. Cheeseburger met je...
frietjes echt fucking lekker. Ja, dat is heel lekker. Wat is jouw ultieme guilty pleasure? Wat is je guilty pleasure? Maar guilty pleasure is toch niet echt iets juicy's? Want guilty pleasure kan ook zeg maar lang aan het kijken zijn. Vroeger was het echt bij mij mijn guilty pleasure goede tijden. Ja. Schaamde me dood dat ik dat keek, maar wij keken het allebei. Ja. Echt, en Roman. Ja, Roman kijkt nog steeds, ja? Hè? Ja. Oh, maar voor de rest ken ik ook echt niemand die het keek. Ja, ik ben er nu ook al bij gekomen. Ik vond het echt heel zielig worden, maar guilty pleasure, ja. Maar we hebben heel lang goede tijden gekeken. Ja. Terwijl iedereen dacht echt, waarom de fuck kijk je dat? Ik kijk nu BNB voor liefde, dus dat is ook niet guilty pleasure. Nou, wel veel mensen kijken dat. Ik heb dat als nooit gekeken. Echt niet? Nee. Zo leuk. Ja? Nou, ik vind het echt leuk. Niet. Ik heb sowieso niet zo heel veel met Nederlandse series. Oh ja, ik juist wel natuurlijk. Ik kijk het alleen maar. Ja. Ik denk dat Nederlandse series. Wel guilty pleasure kan ik wel echt. Ik heb, weet ik niet hoe vaak al oude seizoenen van Moordvrouw en Flikker Maastricht gekeken. Dat ik zou zo nu opnieuw dat seizoen kunnen kijken. Dat wel. Ik denk dat de guilty pleasure voor mij echt is dat ik echt hou van Nederlandse films. Maakt niet uit hoe slecht ze zijn. Ja, Nederlandse series. Maakt me ook niet uit hoe slecht ze zijn. Ik ga alle leuke om te kijken. Ik had me nog zo voorgenomen. Ja, ik wil eigenlijk ook gezonder eten. Jij zegt, ik had mezelf nog zo voorgenomen. En toen zei ik, ja, ik wilde eigenlijk ook gezonder eten. Hier aten wij zo fucking vaak McDonald's. Ja, maar wij gingen elke week naar de Mac. Als we foto's zo gingen maken, gingen we altijd naar de Mac daarna. Altijd. Ja. En maar afvragen waarom we dik zijn werden. Zo, ik had hier een dik gezicht. We hebben even de andere mukbang erbij gepakt. Voor juicy vragen, maar oh my lord. Ik had daar juist een heel dun gezien. Slechtste karaktereigenschappen van elkaar. Wat vinden wij slechte karaktereigenschappen van elkaar? Ik vind bij jou dat je zo slecht over jezelf kan praten. Ik vind bij jou dat je heel langzaam reageert. Ja, maar dat... Ja, maar dat heeft elk meisje wel een periode, denk ik. Ja, het is ook zo. Maar... niet nodig. Nou. Dus. Oh, dan gaan we foto's maken. En het is er echt leuke foto's bij. Nou, maar. Ja, maar soms heb je echt zo'n periode dat je jezelf gewoon niet voelt. Ja, oké. Okay. Maar. En dan is het ook heel moeilijk om dat dan wel alsnog te zien in een foto van. Oh, ik zou er wel leuk op. Ja, true. En jij, denk ik. Bij mij, dat ik heel langzaam reageer. Ja. Want soms dan denk ik dat er wat aan de hand is. Dat ze zo lang niet reageert. Denk ik, is ze boos? Heb ik iets gedaan? En dan post je wel dingen op Insta. En dan heb ik jou gevraagd, hey, wanneer zie ik je weer? En dan reageer je gewoon 3 dagen niet. Maar gewoon, ik hou mijn WhatsApp gewoon zo niet goed bij. Dat is echt vreselijk. Maar ja, ik kan dat gewoon niet. Ja, ik weet niet. Dan kom ik gewoon niet op WhatsApp. Ik weet niet. Nee, maar daar hou ik ook niet zo van. Mijn ouders vinden het ook heel irritant hoor, dat ik nooit reageer. Ja, dat snap ik al. Oh, Kisco, met hoeveel mensen hebben we gezoomd? Ja, zo, maar dat hou ik echt niet. En dat is niet dat het heel veel is, maar... Kijk, seks weet ik. Dat hou ik bij. Mm-hmm. Maar zoenen, ja. Ik heb volgens mij... 8 of 9. Ik heb echt niet met zo heel veel gezoomd. Ik ook niet met heel veel, hoor. Maar ik ben natuurlijk ook van... relatie naar relatie gegaan. Ja, ik heb denk ik wel met de meeste mensen met wie ik heb gezoomd ook seks gehad. Ik denk dat er maar een paar bij zitten waar ik geen seks mee heb. En dat is niet dat ik met heel veel mensen seks heb gehad, maar... zoals ik net al zei, ik ben niet zo heel snel intiem met iemand. Nee. Als ik uitga in een club, dan ga ik niet zo snel met iemand tongen. Nee, die meeste mensen waarmee ik heb gezoomd was ook echt toen ik 15 was. Ja, precies. Een beetje in die onzekere periode dat een ding was. Maar ook toen denk ik dat je gewoon met iedereen liep te tongen. Of nou, niet met iedereen. Ik durfde dat helemaal niet. Dan waren we uit en mijn vriendinnen hadden altijd wel een leuke jongen aan de haak geslagen waarmee ze stonden te beffen. Bekken, maar ik? Maar ik stond er altijd een beetje in de hoek. Ik heb ook het idee dat de meiden met wie ik uitging, daar ging het ook niet echt om. Nee. We waren ook veel te lang om met iemand te zoenen. Oh nee, bij mij was het wel echt altijd van leuke jongens. Oh nee, bij ons niet echt per se. Maar ik moet zeggen, ik ben ook op best wel wat latere leeftijd... Was uitgegaan en ik heb ook nooit alcohol gedronken in die periode. Maakt het ook wel iets makkelijker als je alcohol hebt gedronken. Ik stond er echt met mijn nuchtere bek, stond ik te kijken hoe iedereen stond de tong en ik dacht, ik wil naar huis. Ik vind het niet meer leuk, ik wil naar huis. Nou, wij hadden gewoon echt, toen we 14 en 15 waren, gingen gewoon eerst inzuipen bij iemand thuis. En dan waren we eigenlijk wel knijtertje lamp toen we in die club aankwamen. Ja, niemand die dan op je afloopt van zo gaan we even lekker tongetje leggen. Toch? Ja. Nee. Ik zou ook niet op zo'n dronken iemand afstappen. Nee. Zouden jullie nog meer tatoeages willen? Zouden we nog meer tatoeages willen?
Ik zou wel willen, maar ik zou nu niet weten wat. Nou, ik heb echt al, volgens mij ga ik dat in deze video ook zeggen, die oude. Maar ik wil al zo lang iets heel graag op mijn ribben. Maar ik weet gewoon niet wat. En ik wil daar echt iets moois. Ja. Maar ik weet gewoon niet wat. Ja, ik heb nu met heel veel tatoeages dat ik ze vergeet dat ik ze heb. Ja? Ja, maar je hebt er ook al... Hoeveel heb je er? 9 volgens mij. Ja. Ja. Dan vergeet ik gewoon dat ik het heb. En dan zit ik ergens te scheren op mijn been. En ik, oh ja. Oh ja, er zit ook nog een. Ja, nee, ik heb nu niet echt per se de drang dat ik denk, oh, ik moet wat zetten. Maar als ik ooit nog een tatoeage wil en ik heb iets moois gevonden, zou ik dat denk ik op mijn ribben zetten. Wat is het raarste dat jullie hebben meegemaakt tijdens de seks? Wat is het raarste dat we hebben meegemaakt tijdens de seks? Nou, ik heb wel een ander verhaaltje erbij dan vorige keer, denk ik. Bij mij heeft de buurman aangebeld of het misschien wat zachter kon. Nee. Oh, dat lijkt me zo erg. Nee. Maar kijk, je weet toch wel mijn bed? Ja. Volgens mij heb ik de... Is dit zo zuur zo? Ja. Het ziet er heel anders uit. Veggie of zo. Sweet and sour. Maar... Ons huis is gewoon best wel gehoorig, want we hebben een heel erg oud huis. En als ik op de bank zit en de buren doen zeg maar hun slot of hun sleutel in het slot, horen wij dat ook. Dat is gewoon heel gehoorig. Ja. En mijn bed kraakt echt van alle kanten, dat is niet normaal. Dus nou, ik had een gezellige avond en ik kreeg al een appje van de buurvrouw van zou het misschien wat zachter kunnen, want wij proberen te slapen. Toen zei ik, oh my god, sorry. En ik had nog nooit klachten over mijn bed gehad, nog nooit. Nee. Dus ik dacht echt, oh my god. Dus nou, wij doorgaan gewoon. Heel zachtjes, zeg maar. We probeerden er echt rekening mee te houden, zeg maar. Van, oké, nu kunnen ze ons echt niet horen. En nou, we liggen gewoon in bed nog even een filmpje te kijken. En die deurbel gaat opeens. Dus ik dacht echt, het was echt denk ik 3:30 s'nachts of zo, hè. En ik doe ook, we hebben zo'n luikje bij de deur. Ja. Dus ik dacht, ja, ik doe dat luikje open. Want wie staat om 3:30 s'nachts bij mij voor de deur? Gek of zo. Ja, dus ik doe het luikje open. Staat de onderbuurman voor de deur. Ja, echt heel erg. Ik zou dat zo erg vinden. Ja, ik durfde daar ook echt mijn kop niet te vertonen. Nee, dat begrijp ik wel. Maar ja, wat kan ik eraan doen? Maar ik krijg een nieuw bed, buurman. Dus no worries. Speciaal voor hem gekocht. Nee, grapje. Ja, ik weet het eigenlijk echt even niet. Nee? Nee, ik heb het niet in mijn actieve herinnering iets. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook best wel een tijdje af is. Even een paar panda punten opgebouwd. Ja, letterlijk. Nee, ik weet het niet. Ik heb er echt geen actieve herinnering bij. Ah, alleen maar mooi. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat ik daar heb gezegd. Ik ben wel gewoon een verkeerde slaap gevallen. Dat is wel raar. Slaap, ja. Maar dat vind ik niet echt iets heel... Niet gênant of zo. Nee. Wat vinden jullie het aantrekkelijkste aan een jongen? Wat vinden we het aantrekkelijkste aan een jongen? Ik vind jongens, zeg maar, die walking red flag zijn dus heel aantrekkelijk. Ja, dat is dus zo fout. Ja, ik val echt, zeg maar... Ik ben in mijn hele verleden denk ik nog niet op één normale jongen gevallen. Ja, op eentje. En die vond ik dus ook niet leuk, omdat hij mij te leuk vond. En terwijl hij mij echt meenam, echt superleuk. Op eerste date gingen we naar Ajax wedstrijd. Hij deed echt alles voor mij. Hij haalde me overal op. Ik had hem dat kettingje gekregen met het hartje. Een super lieve, leuke jongen. Maar hij was gewoon, hij vond mij gewoon te leuk. En ik wilde dat gewoon niet. Maar dan moet je gewoon even aan wennen. Misschien. Ja, ik vind het dus heel aantrekkelijk als... Dat heb ik nu echt meer... Als een jongen heel sociaal is. Ja? Ja. Ik vind het gewoon... Ik kan ze dan overal mee naartoe nemen. Ja. Overal. En ik hoef me geen zorgen te maken van... Oh, gaat het wel lukken? Want deze jongen... Die, al zet ik hem tegen deze boom aan... Dan praat hij nog 3 uur. En dat vind ik gewoon heel fijn. En dat vind ik dan ook wel weer aantrekkelijk. Ja. Dat ik gewoon geen zorgen hoef te maken over hoe hij is. Nee. Ik vind het wel echt heel aantrekkelijk als een jongen oprecht zorgzaam is. Ja, vind ik ook. Want je hebt bijvoorbeeld nu wel al die gastjes die elke keer zeggen van ja, appen of als je thuis bent. Vervolgens, ja, je gaat natuurlijk niet appen. Want tenminste, ik ben zo. Ik ga dan niet echt appen. Mm-hmm. Want ik weet gewoon zeker dat de volgende dag de jongen niet gaat zeggen van hey, je hebt helemaal niet geappt dat je thuis bent. Ja. En 9 van de 10 keer doen ze dat dan ook niet. Maar ik had laatst bijvoorbeeld iemand die wel zei van, weet je wat dingetje, van je hebt helemaal niet geappt dat je thuis was. Oh, sorry. En dacht ik, oké. Oké. Ja. Maar dat is misschien ook heel toxisch van mijzelf hoor. Dat ik dan expres niet ga appen. Oh, om te kijken of ze gaan reageren. Ja, want ik weet eigenlijk wel wat 9 van de 10 keer dat ze er niet over beginnen. Dat ze het gewoon niet boeit eigenlijk. Ja. Dat kan. Ja. Nou, die vraag kunnen we weer opnieuw stellen. Heeft Rosa liever een kamer vol speeltjes of een kamer met een leuke vriend? Ja, ga ik wel voor een vriend. Ja, zou je nu...
liever een vriend willen dan single zijn? Ja. Ja? Ja. Ik ben er wel aan toe, denk ik. Ik ben echt nu wel best wel lang single geweest. Maar ik ben niet echt iemand die het opzoekt. Nee, het moet gewoon komen. Ja, als het komt dan vind ik het echt helemaal prima. Dan ga ik het ook niet uit de weg. Maar het is niet dat ik nu dat zelf... Dat je op Tinder gaat of nee, zo. Nee, nee. Het is niet dat ik het zelf opzoek. Een juicy vraag, allebei bedenken. Ja. Oké, als je nu met een BN'er het bed zou moeten delen, welke BN'er zou dat dan zijn? Zoals denk ik een voetballer. Dat dacht dat ik al. Ik wist sowieso dat jij voetballer ging doen. Ja. Welke dan? Ik kan er wel een paar opnoemen. Je mag er één. Niet zo gretig gelijk. Oké, dan noem ik gewoon even een random iemand op die bij Ajax speelt. En dat is niet dat ik zeg maar... Ik ga het even anders zeggen. Hij is best wel jong volgens mij, dus... Ik weet niet of het illegaal is als ik dit zeg. Hij is 18 volgens mij. Nou, hoe heet hij? Ja, Silvano Vos. Ik vind hem toch zo knap. Als je op hem lijkt, jongens. Ja, hij is een beetje donker, jongen. Ik ken echt geen voetballers. Als je op hem lijkt, DM mij. Oké, dus met hem zou je het bed delen als je één DN'er mag kiezen. Gelijk, gelijk. Vanavond, nu. Ik ga nu naar Amsterdam rijden. Ik heb er heel erg zin in. Nee, okay. Ik vind hem wel echt heel knap. Maar ik vind dat soort types gewoon heel knap. Nou, daar lopen er echt zeg maar gewoon... Dat is wel jouw type. Dat is wel mijn type. En daar loopt letterlijk half Nederland. Oh, dat is het type van half Nederland. Ja, oké. Okay. Nou, dat wordt een pittige wedstrijd. Ja. Good luck, good bad. Daarom hebben we nog geen vriend. Het is me nog niet gelukt. Ik zit nu wel heel leuk te zeggen dat hij zo vader Vos heeft, maar ik weet helemaal niet of... Heet hij wel zo? In mijn hoofd wel. In mijn hoofd wel. Als je mee zou moeten doen... Aan één tv-programma. Welk tv-programma zou dat dan zijn? Expeditie, denk ik. Ja, oké, okay, ik ook dat zou trouwens. Ik echt in bed vinden. Ja, of als ik laat... Nou, ik wil geen BNB later, maar... Nee, trouwens, ik hoef... Nee, Expeditie. BNB wil helemaal niet op zijn plek. Nee. Nee, Expeditie. Het lijkt me wel vet. Ja, lijkt me echt inderdaad. Goed. Ja. Of Special Forces of zo. Nou, dat zou ik denk ik niet redden. Ik denk dat ik Expeditie beter zou kunnen weer doorstaan dan Special Forces. Ja, dat denk ik ook wel. Ik zit echt heel vol eigenlijk. Ik ook, maar tussen nog eens blijf eten. Blijf eten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zien we jullie snel. Doei!